Zoals bijna overal in de wereld hebben ook in Nederland de terechtstellingen in Spanje gevoelens van afkeer opgewekt en protesten uitgelokt. We zijn hier verenigd in de afschuw en de verontwaardiging over wat we zien als een terreurdaad. Dit zei premier Den Uyl in Utrecht tijdens een demonstratie waartoe het kabinet zelf had opgeroepen. Wij zijn hier verenigd in verzet, in protest tegen het voortduren van een regime dat het recht met voeten treedt. Het Spanje van Franco stelt zich met deze praktijken buiten de gemeenschap van vrije en beschaafde volken. Als naast de deur het vuurpeloton aantreedt, dan moeten die schoten ons uit de slaap houden. Dan is het verraad om aan het strand van elke Costa Brava dan ook te gaan liggen in de zon en de ogen te spuiten. Na afloop trok een groot deel van de demonstranten nog leuzen roepend door de Utrechtse binnenstad. Het was het einde van een betoging waarvoor vrijwel alle politieke partijen hun leidende figuren naar het hart van Nederland hadden afgevaardigd.